Hallo, ik ben Messer en welkom terug bij Resident Evil 2. Het is een hele tijd geleden voor mij. U ziet het misschien aan de change of clothes. Ik zat de vorige video nog in mijn warme trui en het is ondertussen al augustus. Het is 16 augustus. Dus. En ik ben, ja. Het is een tijd geleden. Maar we gaan gewoon weer lekker vrolijk verder. Dus ik ben er even uit. Ik weet wel dat we hier zijn terechtgekomen de laatste keer. Ja, dit is een betere camera setting, vind ik. We gaan vrolijk door. Ja, tijd geleden, ik ben eruit. Vorige keer zijn we hier aangekomen, dat weet ik wel. We hebben een opslag dingetje. Nou, daar zit het een en ander nog van ons in. Ja. Gaan we vrolijk verder. Ik heb zomaar het idee dat ik deze sessie een bepaald personage ga tegenkomen. Waar ik enorm bangig voor ben. Maar we gaan het zien. We gaan met de lift mee. Zo te zien. Weet u niet wat voor serie dit is? En wou ik niet van horror? Nou dan... adviseer ik u om nu weg te kijken, want het, zo te zien wordt het erg donker. Ja. Dus dat is leuk. Oké. Okay. Nou, de poorten van de gevestigde orde die sluiten achter mij. Ik doe mijn shotgun in de hand. Oeh, Leon, je maakt me bang met je geluid. Hier hebben we een of ander kamertje en we kunnen hier ook verder naar beneden. Ik denk dat we dat kamertje in moeten. Gaan we eens even beneden kijken. Wat we hiervoor ellende hebben. Wat is dit? Wat ligt hier? Een handgranaat. Ik heb, ja. Guaranteed to kill enemies within the blast radius. Ready throw. Can be used to counter... counterattack, LB when you are caught by enemy, but suspect. Oké. Dus hoe deden we dat ook alweer readyen? Ja, juist zo. Grenade of flashbang. Dat gaan we gewoon niet doen. Nog niet gooien in ieder geval. Nou, dat is locked. Daar kunnen we nog niet in. Dan gaan we hier gewoon vrolijk naar boven. Naar het plekje wat open is. What the? Er gebeurt wat boven mijn hoofd, heb ik het idee. Iets waar ik niet heel vrolijk en blij van word. Maar goed. We gaan het meemaken wat het is. Dit kan exploderen, heb ik het idee. Maar dan draaien wij attention. We gaan dus even dit omhoog gooien. Hoppata. Wie is dit? Oh my god. Jesus. Words won't work on this thing. Hey. Dat vond hij niet zo leuk. Ik vind hem. Ik hoor wel een soort episch muziekje.
dit hij naar Trom. Oeh. Is hij gewoon alles goed te slaan, die bastard. Hij charged. Oh jee. Ik vind het heel naar. Oeh. Oh, wat doe ik? Oeh, hij pakt zo mijn hoofd. LB. Flashbang. Ja, wegrennen. Kan ik hier niet ergens weg, jongens? Heel naar hoe die bastard achter me aan rent. Ik weet niet zo goed wat ik hier moet doen. Ik ga je hartstikke dood, heb ik het idee. Hier is het oké. Ik heb het idee dat dat oog moet even tevoorschijn komen van hem. No choice. Gotta take it down. Ja, ik doe mijn best, Leon. Hij gaat balsen doen. Oh, klopt met dat vieze smerenhoofd. Ik heb helemaal geen kogels meer, man. Nog twee. Oeh, ik heb nooit genoeg. En nu, het is niks meer, hè? Shit, hé. Kan ik wel wat maken? Hoe denk ik wat maken? Nou ja. Nee, ik heb niks, jongens. Ik kan niks. Oh, een grenade. Damn. Where is it? Wat is dat? Handgun ammo? Nice. Waar is die bastard? En als hij daar een beetje blijft... Oeh! Wegwezen hier. Zet het op en rennen. Oeh, ik ben ook beschadigd. Fully restore your health. Ja, graag. Geen ammo, kut. Is weer heel boos. Ja, dit is natuurlijk wel een beetje kuttig. Ja, caution. Rennen, Leon. Oeh. Wat heb ik net opgepakt? Red Herb? Ja. Oh, kom maar, ik hem. Jemig. Oh. Dat was een tense fight was dat.
Somebody's watching me. Ja, ik ga even kijken of ik eventueel wat pijnstilletjes kan vinden. En misschien nog wat extra ammo. Dat heb ik natuurlijk allemaal opgepakt in paniek en tegen hem gebruikt. Ik zie bijna niks, man. Ligt er hier nog iets wat? Nee, dat... Oh ja, dat ligt... Kijk, dan kan ik dat even combinen. En even gebruiken. Zo. Nee, dat scheelt al wat. Maar ik krijg geen ammo nu. Ik ben blij dat ik genoeg had. Dat ik een beetje raakschrok op dat oog, dat ook de bedoeling was. Goed, dan gaan we hier omhoog. Poeh. Even kijken. Hey. Hé, dit was eerst dicht, hè, of niet? Nee, niet waar. Nee, dit is een andere toestand. Wat hebben we hier überhaupt allemaal? Green herb. En gunpowder. En volgens mij moet je dat gewoon combineren. Juist. Lekker. Even kijken. Hier zit ook niks in. Dit is dicht. Hier kunnen we weer naar beneden springen. Nou, dat is niet per se nodig. Al een vrolijke. Verder. Even kijken, hier een soort controlepanel. Een hele donkere toestand. Even kijken, controlepanel, wat ligt aan zeker. Dat mag ik hopen. Ah, nee. Brugje maken. Maakt natuurlijk een enorme herrie. Ja hoor. Pata. Oeh. Kunnen we opslaan. Hé, hey, een rugtasje. Hoppata. Ik sla gelijk even op. Kijk, en hier hebben we onze dingen weer. Hebben we niet zoveel aan op het moment. Ik moet gewoon ammo hebben en allemaal spulletjes. We gaan de trap op. Oh. Nou, wat gaan we hier allemaal meemaken? De parkeergarage. Ik hoor wolfies. Oh nee, ik wil niet. Nee. Ik wil niet terug naar beneden. Goed. Ik hoor hondjes of wolfjes. Ik wou zeggen dat die nog leven, maar we weten van Resident Evil 1 dat er ook nog een andere soort hond is. Die is dicht. Ik weet niet of die in deze game ook zitten, maar. Klonk als een vrij normale hond. Ik zeg. Wat nou? Wie doet dat? Een gekheid, jongens. Niet zo zin in. Natuurlijk de perfecte locatie voor wat griezelige bastards om mij het leven zuur proberen te maken. Ik zie niet veel, ik hoor wel iets bonken. Bonken. Dat is natuurlijk buiten, dus dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want buiten is het ellendig. Hier kunnen we niks doen. Uit parkeergarage toestand. Insert card. Nou, dat heb ik niet. Damn. Need a keycard. Weet u nog wat ik zei? Kidding me. Get off of me! Come on.
Who is that? Stay sharp. Oeh. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you! Het licht is aan nu. Hey, hier ligt een... Joehoe. Een bast op de grond. Even kijken, wat hebben we hier? Er is al sneeuw voor de zon vertrokken. Terug de bel. Daar zit. Police Station B1 map. Dat is niet veel. Oh, terwijl. Terwijl. Hoewel. Blijf jij liggen anders, even. Nee, natuurlijk niet. Hier, flats. Kladderder. Hoppa. Zit er een in de cel? Kan dit open? Nee. Ik ben bang dat ze hieruit kunnen breken. Ik weet niet hoeveel er zitten. Kan jij eruit? Druk de bel. Griezel. En hier gewoon meerdere hoor. Die zijn ook allemaal nog levend ook. Durf ik met zekerheid te zeggen. Ik weet niet. Hallo? Oh, dat kan niet eens open. Nee, nou ja, oké. Okay. Dat is alleen maar beter misschien. Er zijn allemaal mensen in de cel die... Oeh! Doe maar niet, chef. Niet zo vervelend doen. Ik wil niet dat jij achter mij gaat zitten straks, dus ik doe gewoon even zo. Ja, oh nee toch. En dan zie je dat? De Bostella. Nou, dat zit allemaal op slot. Wat is dit? Verlichting? Nee. Dat zit op slot, hé. Waar heeft dat dan net de verlichting hier aan gedaan? Ik weet het niet. Oeh. Hallo. Meneer de Giezel. Hey! Hello? Hey. I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here.
Oh my god. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Over dat geheimzinnige personage. Hey. Over dat geheimzinnige personage waar ik het aan het begin van de episode over had, van die ik waarschijnlijk tegen ga komen. Daar bedoelde ik dus die hele hand mee, die dus net door de muur kwam. Jill Power Panel. The power panel is out. Can the person in charge of it please take care of it ASAP? I assume everyone knows, but since the jail's power panel is old as hell, we're gonna need those custom power panel parts. So, no one makes anymore. There should be a few in the generator room. Addendum, ik weet niet wat dat betekent. A good word that there's only one of those power panel parts in the generator room. The guy that's here to fix the bell in the clock tower should have another. So someone swipe, I mean, ask him nicely for it, please. The clock tower. Ja, dat is. Daar moet ik iets voor hebben. Kan ik hier naar binnen? What in the world? Ja. Ik kan hier niet. Zijn skull is even inge. Nou ja. Gecrushed. Wacht even. Nee, er was daar toch ook nog een. Nee, waar? De clock tower. Hier kan ik niets mee. Die power panel. Nee, dat is. Kan ik looten? Ik denk dat ik even kon looten hier, maar. Ja. Kan ik hier niet door? Ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Misschien heeft Ada die geopend. Deze man blijft lekker liggen. Even kijken. Ja, card reader. Ik moet zijn card hebben. En ik tot een doorpanel en ik moet in zijn jail zijn. Maar er zijn hier geen sleutels of zo? Ja, die heeft de chief natuurlijk. Best lastig is. Deze man heeft er altijd niet bij of zo, toevallig. Nee. Ik zou wel denken dat die heeft hij bij, man. Zombiehond. Hé, die deur is open. Fijn. Heel fijn. Je paraplu, die neem ik mee. Even kijken hoor. De kennel. Dat is ook niet goed, want er zijn alleen maar van die zombiehonden, denk ik. Die dus. Wilt u dit nou zien? Beste mensen, kijk dan de volgende keer weer terug. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog. En abonneer even en zie ik je doorgaat de volgende keer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.